Ken je dat? Je wordt 's morgens wakker, je hebt ontzettende haast, je hebt helemaal geen tijd om je haar te wassen, maar toch is eigenlijk je haar iets te vettig voor die dag. Nou, ik heb een geweldige tip voor je en het duurt maar 5 minuutjes. En daarbij, eigenlijk heb ik helemaal geen pony. Soms heb je van die dagen dat je haar echt totaal niet wil zitten. Nou, ik werd dus vanmorgen wakker en ik moest het eigenlijk wassen, maar daar had ik niet zo heel erg veel zin in of tijd voor vandaag. En dan vaak doe ik het nog een dagje omhoog. Ook omdat ik graag wil dat ik wat minder vaak mijn haar was. Dat is beter voor mijn haar, maar ik merk ook dat als ik daar langzaam aan wen, dat mijn haar ook langer goed zit. Dus het is een win-win, maar daar moet je altijd even doorheen. Zeker na de zomer, want dan was ik toch altijd wat vaker mijn haar. Maar op zo'n dag als, vandaag doe ik maar wat, krijg ik vaak heel vaak complimenten hoe ik mijn haar dan zo doe. Maar het is eigenlijk mijn easy way out 's morgens. Dus ik dacht, ik laat het zien op een video. Dus om mijn haar omhoog te gooien, gebruik ik allereerst een droog shampoo. Ik gebruik eigenlijk altijd deze van GOT2BE. Ik zou ook eventjes een review achterlaten die ik laatst schreef op mijn blog. Ik ben echt heel erg tevreden over deze en ja, hij heet Texture en dat doet hij dus ook. Maar bovenal is het gewoon een droog shampoo. Dus ik schud hem goed, was ik al flink aan het doen. En dan spuit ik hem, zeg maar, maak ik een soort van scheidingen in mijn haar. En dan spuit ik het her en der, waar het echt een beetje vettig is, in mijn haar. Dan laat ik het even intrekken, een paar minuutjes. En dan ga ik het uitborstelen. Tijd om het uit te borstelen. Ik heb gewoon een huistuin en keukenborstel, jongens. Sorry, niks fancies. Dus ik borstel mijn haar uit. Ik ga er ook altijd nog eventjes zo met mijn handen doorheen. Omdat ik het idee heb dat spul het overal zit. Waar het ook soms niet hoort te zitten. En dan gaan we beginnen. Ik gebruik het liefst deze elastiekjes. Die zijn, die ken je misschien wel. Oh, het zit al mijn haar in. Die blijven gewoon goed en ja, vooral stevig zitten. Nou, dan gaan we hoor. Ik kam mijn haar dus helemaal omhoog. Zoals je ziet. En doordat ik net het droog shampoo heb gebruikt, is het een beetje stug en droog uiteraard. En niet zo vettig meer. En heb ik ook wat meer volume. Dus terwijl ik het omhoog kam en een soort eihoofd creëer. Ik ga dus echt helemaal naar boven. Sorry voor de herrie. Ja, en dan pak ik dus mijn haar vast. Ik ga een beetje zakken. En dan is het altijd een soort van op goed geluk met Carrie Tefse. En dan de laatste twirl, swirl, twirl die ik doe, trek ik er dus nog een keer aan. En dan doe ik het zo. Ik zal ook even spieken hoor. De spiegel. Dus het is eigenlijk gewoon een beetje een zooitje, een dingetje, niks. Dan komt mijn favoriete klem in beeld. Daarmee trek ik het een beetje zo naar achter. Ik weet niet of jullie me nog helemaal volgen. En dan zit het zo. Het is gewoon een rommelige knot. Ik kan ook niet onwijs goed uitleggen hoe het werkt. Behalve dan hoe, ja, om te laten zien hoe ik het doe. Ja, dus het is een soort weerwar knot ding. En dan pak ik dit altijd zo een beetje vast. En dan meestal gebruik ik een schuifspeldje. Maar je zal zien dat vandaag zo'n dag is dat ik die nergens kan vinden. Dus ik heb nu gewoon, sorry, vergeet het te laten zien. Ik heb nu zo'n klein klemmetje. En daarmee zet ik die voorste pluk vast, zodat het hier ook een beetje bol blijft. Dan ga ik hier aan de voorkant zo, voorzichtig, een beetje aan mijn haar trekken. Dat het wat losser zit. Dan is het niet zo bol. Oké, haar achter mijn oren. Dit is de basis. Dus zeg maar, als je me zo ziet lopen, had ik gewoon een bad hair day. Of ik had het heel warm en ik wilde gewoon dat dus. Nou, mocht je hier nog lelijke bobbels zien, dan pak je gewoon een kam. En dan kam je het een beetje zo naar boven. En dan verstop je het onder die knot. Zo. Van achter ook. Zo. Voilà, het is echt heel simpel. Maar ik heb nog een truc. Je kent misschien wel die leuke hoofdbanden die iedereen in heeft. Nou, dit is super tof om dat zo te dragen in combinatie met die knot. En dan ziet ook niemand meer dat je vet haar hebt. Hoef je ineens droog shampoo te gebruiken. Maar nou ben ik ook al heel wat jaartjes dol op nephaar. En daarmee bedoel ik dus hulpstukjes voor in het haar. Dus wacht. Tadaa!
heeft ze gewoon een pony. Nou, ik moet even de haren uit mijn gezicht trekken. Hoe makkelijk is dit? Dan pak ik dus die klem van achter, die ik dus netjes had ingedaan om mijn haar omhoog te laten. Die pak ik eruit. En dan pak ik die plukjes van mijn nepbody, zo. En die pak ik erbij. En die plak ik eigenlijk dus zeg maar naar achter. Waardoor het dus nu lijkt, ik weet niet of je het goed kan zien, alsof ik gewoon een pony heb van mezelf. Nou, en dan doe je een beetje die pony zo, dat hij een beetje oogt, alsof die echt van jou is. Heb je nou nog steeds het idee dat het wel nep oogt of dat je een grote afscheiding hebt, dan kan je dus alsnog die haarwand in doen. Dat is even gevogel. Ik doe het even zo, die ultimate stretch. Dat de knoop goed voor zit. Zo. En dan ben je helemaal hippig kippig, ondanks al je vette haar, met je haarband of je bandana, hoe je hem ook wil noemen. Dus ik geloof dat ik hier nu 5 minuten zit. In 5 minuten tijd heb je dus een compleet andere look met je vette haar, met je ongewassen haar, door alleen een kam, een paar klemmetjes, een elastiekje en droog shampoo. En natuurlijk de pony. Is om te weten, want mensen vinden het soms altijd een beetje spannend of die zijn bang dat andere mensen het dan zien. Nou, ik zal je even de headbang shake geven. Nou, er gebeurt echt niks met dit kapsel. Het blijft gewoon muurvast zitten. Dus je hoeft niet bang te zijn dat met een harde windvlaag je je haar verliest. Het enige waar je dus wel een beetje op moet letten is dat hier dus de scheidingslijn zit van dat nep haar. En dat dus het enige kan zijn waar mensen aan kunnen zien dat er een verschil zit. Want dit haar is uiteraard wat meer synthetisch en het valt wat steiler dan mijn eigen haar. Maar als je het gewoon een beetje goed blendt en je hebt een goede kleur, dan moet het jou ook lukken. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat vooral een berichtje achter. En als jij nog tips of trucs hebt die ik echt moet weten, let me know.